Gezondheidscentrum Kanaleiland heeft een lunch georganiseerd voor specialisten op het gebied van gezondheid en welzijn. Dit samenwerkingsproject Op één lijn is bedoeld om specialisten zoals de huisarts, fysiotherapeut en de psycholoog beter te laten samenwerken. Het gaat om de samenwerking met de huisartsen vanuit alle disciplines die op de eerste lijn werken. Dus dat zijn de maatschappelijk werkers, de indigo, de huisartsen zelf. Nou, natuurlijk ook, je hoort net, de fysiotherapie. Dus die zijn de mensen die eerst de klant tegenkomen. Wanneer is dit project ontstaan? Dit project is ongeveer een jaar geleden ontstaan. En dat is een aanleiding dat men merkt van er gebeurt heel veel in de zorg. Er zijn heel veel hulpverleners vaak bezig met hetzelfde gezin. Maar dat ze niet van elkaar weten wat voor zorg er geboden wordt. En hoe die zorg effectiever en dichter bij huis zou kunnen. En wat is de doelgroep van het project? Eigenlijk zijn het de klanten uit de wijk, de bewoners van de wijk. Maar met name is nu de doelgroep de moeders. Waarom de moeders? Ik denk dat mannen minder gauw naar de huisarts gaan en naar de hulpverlening stappen dan vrouwen. Mannen gaan misschien dan eerder naar de kroeg en drinken een biertje. Of die gaan naar het theehuis en gaan daar met andere mannen misschien wat thee drinken. Maar over het algemeen gaan vrouwen eerder hulp zoeken dan mannen. En ik denk ook wel, los daarvan, dat moeders het heel zwaar hebben. Als moeder heb je altijd die opvoeding en het schoonmaken en de boodschap en het koken en de hele rattenplan gaan maar door. Wordt die stress misschien vaak ook niet erkend bij de moeders? Ik denk dat moeders over het algemeen vaker dingen inslikken. En als je dingen inslikt die je dwars zitten, dan ga je dat ergens in je lichaam vastzetten. Dan krijg je natuurlijk stress. Dat stress kan zijn hoofdpijn, pijn in je nek, maar het kan ook zijn hartkloppingen. Het kan ook zijn dat je angstig wordt, of misschien somber, depressief. Maar het is allemaal omdat je, denk ik, te veel het toch naar binnen slikt en het niet naar buiten gooit van ja, maar ik wil dit niet of ik wil dit anders. Hoe gaat dat in zijn werk nu? Nou, dat is best wel gestoei geweest. We hebben allemaal overbelaste moeders, maar hoe bereiken we ze nou? En vooral van juist die overbelaste moeders, die overbelast zijn, dus vaak hun afspraken vergeten. Dus, en je moet een toestemming hebben, en zeker van mijn professie ook toestemming hebben, om informatie te krijgen over de sociale of psychosociale achtergrond of wat er speelt. En dat is gewoon best wel heel praktisch, gewoon best wel lastig om mensen inderdaad gewoon een formulier ingevuld te krijgen en dan ze vervolgens te bereiken voor een afspraak en dan uiteindelijk aan de slag te gaan. Mag jij iets met dat psychosociale? Nou, dat doe ik in principe natuurlijk niet zo veel mee, want daar hebben we juist andere professies voor, maar wel van de vertaling naar het lichaam toe. Want als je natuurlijk overbelast bent, dan ken je je lichaam niet meer. Je voelt je lichaam niet meer. Dus je bent heel erg bezig om mensen weer te laten voelen van oké, wat doe je nou met je lichaam? En hoe doe je het dan? En kan je hoe werkt dat? Je voelt je lichaam niet meer? Nou, ze voelen helemaal niet meer. Want als je overbelast bent en je bent heel erg gespannen, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig om te overleven. En niet zozeer met van hoe je lichaam erop reageert. Je bent gewoon, doet gewoon wat je moet doen. Maar je luistert helemaal niet naar je lichaam, waardoor ze eigenlijk ook niet meer luisteren naar hun lichaam. En ja, die pijn eigenlijk maar blijft. En wat is de toekomst van het project? Het project smaakt voor alle mensen die er mee doen, smaakt het naar meer. Dus volgens mij, over een jaar of drie hebben we hier, in ieder geval in dit centrum, hier in Kanaleiland, hebben we gewoon een hele goede samenwerking tussen de huisarts, het beweegaanbod, zelforganisatie, het participatieteam en de GGZ.